Hoi, ik ben Dainara, ik ben 21 jaar en ik heb gekozen voor de opleiding verpleegkundige. Ik wist al vanaf kleins af aan eigenlijk dat ik de zorg in wou. En mijn moeder zit ook in de zorg vandaar. Op het VMBO moet je natuurlijk je keuze maken. En toen ben ik naar open dagen gegaan om te kijken wat de niveau 2 helpende zorg en welzijn eigenlijk inhoudt. En toen heb ik mij ingeschreven en daarna ben ik uitgenodigd voor informatieavonden en ben ik daar geweest om nog een keer te kijken van wat gebeurt er eigenlijk bij de opleiding, wat houdt het in, en heb ik ervoor gekozen. Daarna ben ik doorgegaan met niveau 3, maar kinderopvang, dus een hele andere richting. Na 3 jaar kwam ik erachter dat ik kinderen heel leuk vind, maar niet voor heel mijn leven. En toen wou ik toch de zorg in en daarom heb ik nu voor deze opleiding gekozen, mbo verpleegkundige. Ik ben erachter gekomen dat je in de praktijk veel meer leert dan op school zelf, want op school is het vooral herhaling. En daarbij verdien je ook lekker je centjes en vandaar dat ik koos voor de BBL-opleiding in plaats van de BOL-opleiding. Goedemorgen meneer Jans, ik kom even uw katheterzak verwisselen. Okay. En ik heb al mijn materialen klaargelegd. Dan haal je hem zeg maar met een draaiende beweging eruit. Dan klik je hem zo in. Hoe heb je eigenlijk je studiekeuze gemaakt? Ik wilde al heel vroeg verzorgende worden, de zorg in. En ik ben voor een heel groot deel gestimuleerd door mijn moeder, want die was zelf, zoals dat vroeger heette, zuster. En dat was een stimulans om mijn keuze die ik al gemaakt had, om door te zetten. Ja. Oké. Okay. Ik leer hier verpleegtechnische handelingen, zoals het zwachtelen, injecteren en katheterzak verwisselen. Ik leer hier omgaan met de cliënt, ook vooral met de privacy, die moet je heel goed bewaken. Ik leer ook omgaan met een zorgleefplan. Dat houdt in hoe een cliënt wenst geholpen te worden tijdens de zorg of hoe die wenst te eten of te drinken. De belangrijke afspraken die je moet weten als verpleegkundige. Je moet heel erg geduldig zijn, inlevingsvermogen moet je hebben en ook behulpzaam zijn. Het belangrijkste is kies iets wat je leuk vindt, omdat het uiteindelijk je werk wordt en je wilt wel met veel plezier naar je werk gaan. Ik zie mijn toekomst heel rooskleurig, omdat er altijd wel werk is te vinden in de zorg. En op dit moment ben ik als verpleegkundige in de ouderenzorg, maar ik kan altijd een andere richting op met mijn verpleegkundige diploma als ik straks klaar ben.